Bouwmensen Twente breidt het aantal opleidingen uit. Op de open dag presenteerde het bedrijf een nieuwe opleiding, de eenjarige avondstudie restauratietimmerman en metselaar. Wat is Bouwmensen Twente voor een bedrijf? Wij leiden leerlingen op die hoofdzakelijk vanuit het VMBO komen, dus een VMBO-diploma hebben. En die daarna willen werken en leren. Dus niet volle tijdopleiding, maar deeltijdopleiding. 4 dagen werken, 1 dag naar het ROC. En die kunnen bij ons een aantal opleidingen achter elkaar volgen. Waardoor ze 4 tot 5 jaar verzekerd kunnen zijn van werk en opleiden. Sinds wanneer bestaat Bouwmensen? Dat was al in de vorige eeuw. In 1983 zijn we opgericht. Toen ook in de nasleep van een financiële economische crisis. En die hebben we net weer achter de rug, dus alles herhaalt zich ook. 1 keer in de zoveel jaren natuurlijk. Wij leiden mensen op in de bouwberoepen, timmeren, bouwtimmeren, metselen en tegelzetten. Dus ze worden opgeleid tot vakman? Jawel, het is wel, ze maken wel een keuze voor 1 van de 3. Het is of tegelzetten, of timmeren of metselen. Maar daarmee kunnen ze een diploma halen tot en met niveau 3. En dan zijn ze allround vakman. Alleen dan zijn ze in opleiding allround vakman en dan moet het daar buiten nog gaan gebeuren natuurlijk. Maar het is in ieder geval een soort startkwalificatie. Niveau 2 is een startkwalificatie, dus als ze niveau 3 halen hebben ze in ieder geval niveau 2. Dus al onze leerlingen kunnen gewoon op de arbeidsmarkt aan de gang en hebben dan al hun niveau 2 startkwalificatie. Wat je hier aan het doen bent? Ja, ik ben hier bezig met de wolken. De wolken met zo'n handen in de wolken. Dat is allemaal aan het aanslapen, zeg maar. Vinden ze allemaal werk? Ja, ja. Op dit moment, wij hoeven eigenlijk niet aan uitstroombemiddeling te doen. Dat gaat bijna vanzelf. Je moet je voorstellen dat een leerling al langer bij een bouwbedrijf werkt. Dan is het heel raar als hij dan na 2 of 3 jaar nog moet vragen aan het eind van zijn opleiding, mag ik dan hier blijven? Nee, dat gaat in een heleboel gevallen, is dat een automaat. Ik zit hier zelf voor tegelzetten. Ik ben vorig jaar januari begonnen en sinds die tijd... Ik heb volgens mij 2 maanden eerst hier gelopen en toen ben ik bij een bedrijf terechtgekomen, Asket. En dan zit ik daar nog steeds eigenlijk. Het gaat prima. Maat. Merken jullie er iets van dat de bouw letterlijk en figuurlijk in de lift zit? Ja, dat merken we vooral aan de telefoon, na het aantal aanvragen naar leerlingen. Maar wij hebben natuurlijk in de, een crisis achter de rug waarin we een groot aantal leerlingen verloren zijn. Ook mensen in de crisis anders gekozen hebben dan voor bouwen. Bouwen heeft in de crisis best een slecht imago opgelopen. En dat kiezen, dat kunnen we niet in 1 jaar weer omdraaien. Dus dat heeft een aantal jaargangen nodig voordat we weer op aantallen zitten waar we iets mee kunnen. Maar nu lopen we nog achter de feiten aan.